Goedemorgen! Het is vandaag maandag de 25e, oftewel kerstochtend! Yay! En het kan zijn dat wij een beetje vreemd klinken, want dat dus. Ik ben herstellende van de griep. Het gaat wel echt wat beter nu eigenlijk. Ik heb alleen nog een beetje last van mijn keel. En Vincent die heeft het eigenlijk net gekregen. Plus die heeft last van zijn tand, want die heeft een, nou, is een lang verhaal, maar heeft een implantaat gekregen en dat gaat de hele tijd fout. Maar het gaat nu soort van goed, denk ik. Maar het doet nog wel zeer, toch? Ja. Dat is in een nutshell. Gewoon wat medicijntjes, hè? Ja, dus wij hebben ontbeten met medicijnen. Hey, ja, grapje. Maar nee, het gaat wel een stuk beter. Ik klink alleen nog een beetje raar, maar ik voel me verder eigenlijk wel heel erg goed. Maar er liggen cadeautjes onder de boom. Ja. Dus die mogen we open gaan maken. Yay! Ik ben benieuwd wat de kerstman heeft gebracht. Er zit ook ik iets ook tussen voor Harry en Peggy. Peggy, Harry. En dat heeft deze kerstman gehaald. Nee, de kerstman, oh, de echte kerstman. De echte kerstman. Maar ik weet niet wat erin zit in ieder geval. Ik ook niet. Let's go! Cadeautje! Peggy ook. Ook voor jou. Ook voor jou. Waar zullen we mee beginnen, kinderen? Het allerleukste is cadeaus. Een uitbreiding van jullie Kennet Census Trail. Nou, we echt superleuke dingen van de kerstman gekregen, toch? Ja. Later reactie. Ik moet mijn ibuprofen nog hebben. Ja, hij is niet helemaal lekker. Ik ben wel lekker. Je bent wel lekker, natuurlijk ben je lekker. Maar ja, ik heb trouwens even iets anders aan, want ik had het een beetje heet. Maar ik heb van de kerstman een heel leuk pakket van Victoria's Secret gekregen. Oeh, super lief. Dat heeft hij, denk ik, vanuit Amerika besteld. Dus dat is wel super cool. Van de Noordpool, toch? Oh, van de Noordpool, ja. Maar ja, nieuwe BH en nieuwe onderbroekjes. Superleuk. Want ik had trouwens al een BH van Victoria's Secret. Die had ik toen we in Canada waren vorig jaar gehaald. Maar ja, sinds die ik de boobies heb laten doen, is die een beetje te klein geworden. Dus nu heb ik er wel weer eentje. Dus dat is nice. En om in de lingerie sferen te blijven, had ik voor Vincent een Tommy Hilfiger onderbroek gehaald. Yeah. En een Tommy Hilfiger t-shirtje. Ik wil ook wel even laten zien. Die ligt daar. Ik kan dat niet zo laten zien. Kijk, jij. Nee, maar ik ben een beetje. Jij laat zien. Het is een deze t-shirt. Een t-shirtje. Die Vincent gekregen van de kerstman. Ja, bedankt kerstman. En we hebben nog dit kussentje gekregen van Vincents moeder. Of nou ja, de kerstman. En een half staatslot ook van Vincents moeder. En een praxis cadeaubon van Vincents vader. Nog een bol.com cadeaubon. Super lief allemaal. En de katten zijn ook heel blij met hun cadeautje. Die hebben deze baan gekregen. Ze zien er nu niet uit zoals ze er heel blij mee zijn. Maar ze hebben echt super lang al meegespeeld. Ze zijn nu gewoon echt back off. Maar volgens mij valt dat heel erg in de smaak. En dan ga ik nu maar eens beginnen met koken. Want, oh, ik krijg een lamme arm. We gaan vanavond, of nou later op de middag, gaan we naar Suzanne toe. Dat is Vincent's zus. En daar gaan we kerstdiner eten. Met, ik moet eerst even wat frikandelletjes bakken. Ik heb honger. Frikandellen bakken. Nou, ja, maar is het vitamine C? Ja, maar ik hoef niet te ik hoef niet bij het gas voor. Ja, echt erg dit. Ik hoef niet bij het gas voor huis. Dus ik kan frikandellen bakken. Maar ik wil dus iets gaan maken, een toetje maken voor vanavond. Het werd verder niet van ons verlangd, maar dat ga ik wel even doen. Dan gaan we morgen nog naar Vincent's broer en diens kinderen. Daar gaan we brunchen. Dus dan wil ik ook iets meenemen voor de brunch. En dan gaan we die middag naar mijn ouders toe. En dan heb ik weer een toetje. Dus we moeten drie verschillende dingen gaan maken. En, ja, moet. En aan het eind van de avond heb je ook nog een toetje. Ja. Dit is wat er meegaat naar Suzanne. Dit is een double chocolate fudge
ding met kerst M&M's erop. Hij is wel iets minder hoog geworden dan de bedoeling was, maar het is vast wel heel erg lekker. En dat snij ik dan in dit soort kleine stukjes. Wat ja bijna. Staat er niet op, hoor. Dus mijn buik staat er niet laat op. Laat me gaan. Ja. Dat lijkt mals. Persje, dat lijkt wel goed. Vindt ze het lekker aan de klei? Oh, vindt ze het genieten? Vindt ze het genieten? Heet smakelijk! Doe maar in. Mag ik al een cupcake? Maakt niet al. Ik ga straks ook kleien. Op de wc. Is het wel thuis? Ze hebben alle kleuren klei bij elkaar gegooid. Geen kleur. Dan wel niet één kleur. Eén unit. Niet in zo'n bakje. Goedemorgen, het is vandaag alweer dinsdag, oftewel tweede kerstdag. Gisteren was echt super gezellig bij Suzanne en ik. En we gaan zo meteen naar Erwin en Marieke toe. Erwin is broer van Vincent. Marieke is zijn vrouw en die heeft twee kindjes, Brand en Niam. Daar hebben we trouwens heel leuke cadeautjes voor gehaald. Vooral voor Niam, vind ik. Want ik heb dus zo'n luipaard haarbandje van Atelier de Femme. En die hebben ze ook in een kindervorm en die hebben we voor Niam gehaald. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Ik vind het echt super cute zelf. Ik stop zo meteen nog even snel wat in de oven, want we gaan vanmiddag ook nog naar mijn ouders toe. En ik heb voor zowel bij Erwin en Marieke als voor mijn ouders nog even iets gemaakt. Ik heb gisteren alles al een beetje geprepared, maar ik hoef het dus alleen nog maar eventjes te bakken. En gaan we zo weer verder met de festiviteiten. Dit en dit gaat straks de oven in. Deze gaan mee naar mijn ouders toe. Dit vind ik echt super leuk gedaan, toch? Ik heb Nutella hier tussenin gesmeerd. Toen heb ik een driehoek eruit gesneden. Zeg maar kerstboomvorm. En takjes door deze van die sneetjes te maken. En toen heb ik de armpjes de hele tijd gedraaid, zeg maar, takjes. En dan krijg je dus dit effect. Het ziet er wel uit alsof je er heel veel moeite voor hebt gedaan. Maar zoveel moeite was het niet. Dus dat is heel fijn. En dit gaat dus mee naar Erwin en Marieke. En dit is, het is een combinatie van alles en nog wat. Er zitten onder andere, stokbrood in. En allemaal verschillende soorten suiker. En slagroom en ei en bloem en weet ik wat. En dit heeft een nachtje gestaan in de koelkast. Ging het ook extra lekker van te worden. Dus dat is handig. En hoeft straks alleen nog maar in de oven. Oké, ik voel me nu dus best wel een mislukkeling. Dit valt nog mee. Alleen dit is toch wel echt gebrand. Ik ga denk ik proberen die stukken er maar even af te snijden of zoiets. Volgens mij heb ik ze aardig weten te redden. Ik heb verbrande stukken eraf gehaald. Een beetje poedersuiker overheen gedaan. Nu ziet het volgens mij best oké uit. En kijk, kerstboom is best wel leuk geworden. Nu ik hem zo op een andere schaal heb gelegd. En vlak voor serveren ga ik daar dan ook nog poedersuiker op doen. En die croissantjes ook van het leftover deeg gemaakt. Dit is wat ik aandoe naar de brunch. Een rode trui van de Zara van vorig jaar al. Maar ze hebben hem denk ik dit jaar ook wel weer. En kettingjes van My Jewelry. En horloge van Violet Handen. Jeans van de H&M. En Kendall en Kylie laarsjes via Omoda. Kerstboma! Kerstboma! Wat is dat? Maak maar open. Een kenpapiertje. Had je een stond er een naam op gehad? Had je gezien? Stond er een naam op? Deze is voor mij. Wauw. Oh, ook een doos. Een doos. Huh? Een doos. Ja. Hier een doos. Ja. Ja. Nou, zie je wel? Bijna dezelfde. Een doos. Oh, mooi. Even de voorkant kijken, Mia. Lekker hoor. Staat erop. Atelier voor dames. Oh, kijk. Huh? Wat? Volgens mij heeft het goed uitgezocht. Bloemetje! Oh, huh? Oh, open maar. Spits het ook fan van. Ja, dat maak ik wel. Wauw. Wat kaars autootje. Wat maar je shirt. Het is een haarbandje. Oh, dat is mooi. Er staat volgens mij een kaartje in, nog een kaartje. En daar staat een manier in hoe je hem kan dragen. Hij zit wel strak ingepakt. Wat is dit? Het staat je heel leuk, denk ik. Eens kijken daar om je hart te krijgen. Dan ben je helemaal Instagram girl. Kijken? Wauw. Is dat onderlangs?
Ja, dat is een soort turban ding ervan draaien. Ja, exactly. Een mooie strik erin maken, denk ik. Zelfs dat kan je nog doen, ja. Kijk eens op. Ah, cool, meis. Het staat mooi, Nio. Mooi. Een echte dame. Ga je in de spiegel kijken? One hour later. Water 3. Water is lekker speelwijs, want dat zijn al verschillende groenten, pastinaak, radijsjes, rijkaas is ook echt thuis. En de sausen, champignonsaus. Goedemorgen, het is vandaag woensdag of morgenmiddag alweer. De woensdag na tweede kerstdag. Ik vind het niet liggen lekker op de bank. Vincent die is echt even niet aanwezig. Want hij had dus heel veel last van zijn tand, had hij volgens mij al gezegd. Alleen nu heeft hij hetzelfde wat ik had, de griep. En met mij gaat het eigenlijk best wel aardig. Ik heb nog wel een beetje een verstopte neus, zoals je volgens mij ook wel kan horen. Maar over het algemeen voel ik me wel fit. Praat alleen iets minder lekker trouwens. Oh, maar ik voelde me gisteren trouwens vies volgevreten. Het was wel echt heel gezellig hoor. Maar ik kwam thuis en ik had zo'n buikpijn. Ik heb echt het gevoel dat, sinds ik dus wat gezonder ben gaan eten, sinds ik bij Figura loop, dat mijn maag gewoon wat kleiner is geworden of zo. Want ik heb niet eens echt, veel meer gegeten dan ik normaal zou doen met kerst. Ik denk zelfs minder dan ik normaal zou doen met kerst. Alleen ik had echt gewoon buikpijn. Ik voelde gewoon dat er te weinig ruimte in mijn maag was voor alles wat ik naar binnen heb gewerkt. Dus ik ga nu even lekker aan paprikaatjes gewoon even gezond doen. En Vince en ik zitten gewoon eventjes een beetje doelloos naar de TLC te kijken. Of nee, niet TLC. Naar E-Channel, Keep Up with the Kardashians en dat soort dingen. My Guilty Pleasure. En als Vincent ziek is, dan vindt hij alles wel leuk. Dus ja, ik wil eigenlijk vandaag even sporten, ondanks mijn neus. Want ik voel me gewoon zo... Oh, wat schattig! Hey! Oh, wat lief! Ik ben gewoon echt toe aan sporten, merk ik gewoon. Na al dat stilgezitten en gevreten en zo. Dus misschien dat ik even naar de sportschool ga. Niet aan de zakdoekjes zitten. Doekjes vooral. Maar er wil niemand met me mee naar de sportschool. Dat vind ik een beetje stom. Ik ben niet zo heel goed in alleen naar de sportschool gaan. Maar goed, ik moet maar eventjes zien. Oh, wat schattig. Ik kom net thuis van sporten en kijk wat ik heb meegenomen. Mona toetjes. Ik vind het zelf helemaal niet lekker. Alleen Vincent is hier echt dol op. Hey, en jij ook? Peggy. Dus als je de weg naar Vincent's hart zoekt, die vind je bij Mona toetjes. Goedemorgen, het is vandaag alweer donderdag. En ik ga zo meteen naar Blije toe. Mijn zusje haalt me op, want ik ga mijn extensions opnieuw in laten zetten. Ja, dat werd echt weer tijd, want het was in september en het kan zo'n 3 tot 4 maanden blijven zitten. Dus dat is nu ongeveer. Dus ik ga ze weer opnieuw laten zetten. En misschien dat we daarna ook nog naar Groningen gaan. Maar ik denk, laat eerst even zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb een petje op van de Sarah. Het is een fluwelen petje. En dan heb ik nog dit shirtje. Volgens mij is die van Only, maar niet van nieuwe collecties. Via Maison Lab. En dan heb ik deze sjaal van Acne of Acne, whatever. En dan dit rokje is van M/M. En deze laarsjes zijn helemaal nieuw. Die kwam de postbode net nog brengen. Etje pakketje van Kendall en Kylie via Omoda. Ik vind ze echt waanzinnig leuk. Ik moet dus wel eerlijk zeggen dat ik ze nog niet eerder aan heb gehad. Wat meestal niet heel verstandig is om schoenen dan voor het eerst aan te doen. Maar ja, ik heb wel ervaring met Kendall en Kylie schoenen. Het is echt mijn lievelingsbrand. En volgens mij vind ik ze wel gewoon... Oh, sorry. Lekker zitten. Dus het komt er goed, denk ik. En deze tas van Alexander Wang. Dit is al een oudje. Ik heb deze echt al heel lang. En het blijft nog steeds gewoon een super mooie tas. Maar ik draag hem bijna nooit meer. Omdat ik 1 eigenlijk bijna altijd voor goud ga. En dit vind ik toch meer... Nou, er zitten allemaal zilveren details op. Dus vind ik er dan niet heel mooi bij staan.
En twee, omdat ik vaak voor crossbody tasjes kies en niet meer voor zulke grote tassen. Maar ja, ik had vandaag zoiets van, ik ga gewoon voor deze tas. En deze jas is ook al een oudje van de Mango. Het is een leren trenchcoat. Vind ik ook echt een hele mooie. Was ik eigenlijk ook een beetje vergeten dat ik hem had. Totdat Kimberly zei tegen mij, ik wil graag een leren trenchcoat. En toen zei ik, oh my god, die heb ik. Waarom ben ik dat helemaal vergeten? Niet dat ik die aan haar ga geven of zo, maar meer dat ik dacht van, oh ja, die heb ik. Oh, er zit een pluisje op mijn been. Haal ik er zo eventjes vanaf. En ik ben de dag begonnen door met Vincent, die hier in een zielig hoopje ligt, naar de huisarts te gaan. Want die arme jongen, die heeft... Nou ja, hij heeft dus een implantaat gekregen deze week. En hij is verkouden. En nu heeft hij ook nog eens een helemaal opgezwollen neus. Nou, daar heeft hij antibiotica voor gekregen. Dus ik dacht eerst dat het een gevalletje man flu was. Maar ik moet nu wel eerlijk zeggen dat het toch wel een beetje zielig is. Ik zit nu in de auto bij Kaylee. Kaylee rijdt gewoon, moet je zien. Ik vind dat er zo raar uitziet. Kaylee die heeft vorige week haar rijbewijs gehaald. We zijn ongeveer tegelijk begonnen met rijlessen. Maar ik wil zeggen, Kaylee heeft wel iets vaker rijlessen gehad. Want ik was dan of op vakantie, of ik had dingen met school, of whatever. Dus best wel veel tussenin geweest. En daarnaast moet ik ook eerlijk zeggen dat Kaylee er net wat meer aanleg voor heeft dan ik. Dus vandaar dat Kaylee haar rijbewijs al heeft en ik helaas nog niet. Maar goed, het is wel heel erg handig. Ja, het komt ook vanzelf wel. Maar nu heb ik tenminste een taxi, dus dat is wel heel fijn. En vanmiddag gaan we straks naar Groningen. We gaan dus eerst naar de Blijen voor de extensions. Het is trouwens wel echt heel smerig weer. Ik denk dat je dat ook al kan horen. Het, ja, het regent echt. Terwijl dat ook wel zonnig is geweest vandaag. Dus ik vind het heel nat. Een beetje op en af. Dus, en als ik nu die extensions eruit haal. Kijk, soms komt het dan gelijk mee en soms zit het knoopje hier nog in en dat ga ik zo meteen uitpluizen. Ja. En dan krijg je dus allemaal losse haren en dan denk je dat je geen haar op je hoofd hebt. Maar dat heb je wel. Zonder dat je door hebt eruit gehad. Ja, normaal heb je dat niet in de gaten. Nee. En nu is dat natuurlijk van 4 maanden. Ja, precies. En het ziet er heel dramatisch uit, maar het is wel logisch. Het is heel erg logisch. Nou, dit is het bewijs dat extensions echt niet schadelijk hoeven te zijn. Nee. Het ziet er gewoon beter uit dan eerst. Het is er gewoon een stuk goed. Je mag het gewoon hoger zetten. Ja. Het is inmiddels alweer. Goedendag. Ik ben bij Kitty. Ja! Ik heb gisteren, nadat ik bij de hair extensions mevrouw in Blijen vandaan kwam, echt weer gevlogd. Want het duurde echt super lang. En toen ik eenmaal weg was, toen was ik alweer donker. Dus toen ben ik wel de gang gegaan met Katie. Alleen, het enige wat ik daar gefilmd heb, was in plashokjes. Dus wie raad het al? Plashokjes op de weg. Ja, just told you. Nee, het is, was wel geslaagd. Ik ging verder in Groningen. Maar was wel laat thuis. En ik was met Kimberly. En dan gaan we uiteraard foto's maken. Ja, wel. Kijk nou, dit is pure verkrachting van Brie. Brie met ananas. Wie doet dat nou? Gadver. Ik moet het nog opeten. Misschien is het gadver. Ik ben net weer thuis en ik ben helemaal verregend, zoals je misschien wel kan zien. En ik heb net een pakketje gekregen, waar Harry nu mee bezig is. Of gekregen, ik heb het gewoon zelf besteld, maar dat is net binnengekomen. En er zat onder andere deze bril in. Ik was al een hele tijd op zoek naar zo'n een. Ik vind hem echt heel tof, maar ik vraag me wel af of hij voor mijn gezicht misschien een beetje smal is. Van de zijkant vind ik hem wel leuk. Zo. Maar van de voorkant misschien toch een beetje te klein, omdat ik natuurlijk best wel een groot hoofd heb. En ja, zo vind ik hem dan wel weer leuk. Misschien een beetje meer van bovenaf of zo. Ik vind hem heel tof, dat sowieso. Maar ik weet niet of hij helemaal past met mijn gezichtsvorm. Nog even wat angles proberen. Sowieso is dit licht niet heel flatteus hoor, maar ja, ik weet niet. Waarom heb ik zo'n groot hoofd? Niet leuk. Niet cool.
En in datzelfde pakket zaten ook deze superleuke oorbelletjes. Dus van de webshop Isabelli. En deze zijn van verguld goud. Dus dat betekent dat het niet zo snel bronzig moet worden. Zoals je wel hebt als je shit van de H&M bestelt. Dus deze ga ik meteen even in doen. Ik heb een oorbelletje nu ingedaan. Dat vind ik echt mega leuk. Alleen je ziet nu wel heel goed hoe versleten deze tweede al is. Die is niet echt goud meer. En deze is nu wel heel erg goud. Dus ik moet eventjes een nieuwe halen voor hier, want dat vind ik niet zo mooi staan. Kijk, zo, met een petje erbij op, vind ik hem al gelijk een stuk toffer. Misschien moet ik gewoon zo dragen, alleen samen met een petje. En dan vind ik hem wederom van de zijkant, Harry is aan het kutten, leuker dan van de voorkant. Ja. Nee, ik ga hem wel houden. Sorry, was hij ook niet volgens mij 25 euro of zo. Ja. Ja, het is een winner. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer zondag en de postbode is net geweest, of pakketbezorger. En die had een H&M pakketje voor me, waar onder andere deze bikini in zat. Volgens mij kost die per onderdeel, dus top en broekje, 8 euro. Vond ik behoorlijk meevallen. Hij was in de sale. En ik vind hem zo ontzettend tof. Zelfs Vincent vindt hem heel erg leuk. Terwijl ik dacht van, misschien vindt het wel een beetje een apart printje. Maar hij vindt het juist heel leuk. Het is een beetje zo'n Burberry-achtig printje. En ook een printje dat je niet direct bij een bikini verwacht of zo. Want het is eigenlijk juist een vrij winters printje. Maar ik vind hem zo ontzettend tof. Ik ben echt blij dat ik hem heb gehaald. En hij zit ook gewoon goed. Ik heb, dit is een S. En dit is een 36, geloof ik. Ja. Love it. Kijk hoe leuk. Ik heb er even een compleet strandlookje van gemaakt. Dit is dat brilletje van Isabelli die ik gisteren binnen heb gekregen. Ja, gisteren. En dit is dus de bikini van de H&M. En dan heb ik hier een sarong uit Bali. Die vind ik qua kleuren echt super mooi erbij staan. Ook dit tasje komt uit Bali. En dan heb ik deze schoenen. Ik vind Vincent echt afschuwelijk, maar ik vind ze zo leuk. Mijn compleet zwarte Birkenstock Arizona's. Volgens mij hebben ze trouwens een andere naam, maar whatever. Compleet zwarte Birkenstocks. Ja, ik vind het helemaal een leuk strandlookje. Echt gewoon nu al zin om dit te Instagrammen. Vincent ook, denk ik. Very excited. En ook deze fantastische jas zat in dat pakketje. Ik weet, het is een beetje een tegenstelling zo. Maar ik heb eventjes geen zin om iets anders aan te trekken. Dus ik trek hem eventjes aan op mijn bikini. Het is best wel een pimplookje zo trouwens. Yes. Maar goed, deze jas die zat er dus ook in. En I love it. Ik vind hem zo mooi. Ik had hem al een tijdje op het oog, maar hij was de hele tijd uitverkocht. En nu in één keer was hij weer op voorraad en in de sale. Yes. Hij kost nog maar 40 euro. Ik weet eigenlijk niet wat hij eerst kostte. Het zal iets van 80 euro of zo zijn. Het is wel echt een heerlijk, dikke jas. Lijkt net of ik in mijn naki sta zo. Maar ja... Love it. Ik vind dit printje zo ontzettend mooi. Dus deze ga ik ook zeker houden. En mezelf de hele dag aaien. Het is inmiddels alweer zondag. En ik zit in de auto bij mijn schoonmoeder Liz. Die er evenals haar zoon niet op wil. Want Vincent die is nog steeds ziek, zwak en misselijk. En die is niet in staat om te gaan rijden. Tenminste nu niet en vanavond wel volgens mij. Maar oké. Okay. Die heeft volgens mij gewoon geen zin om boodschappen te doen. Maar gelukkig mijn schoonmoeder wel. Dus we gaan even boodschappen doen. Op Oudjaarsdag. Dus dat wordt nog wat. Het is echt heel erg druk. Kijk deze gekte. Oeh. Ja, het is wel ernstig. Het is alweer avond en Vincent en ik maken ons klaar om zo meteen te vertrekken. We gaan naar mijn oom en tante toe. Daar viert het gewoon kleinschalig, wel heel erg gezellig. Mijn tante is ook 2 januari jarig, dus die viert dat gewoon een beetje 2-in-1, oud en nieuw en haar verjaardag. En ik dacht, ik laat eventjes zien wat ik aan heb. Ik zou eerst een soort lurex jumpsuit aan doen, maar toen dacht ik ook van ja, dat is misschien ook een beetje overdreven naar de familie. En dit kan volgens mij wel. Ik heb hier een meshtop aan van H&M, een beetje doorzichtig. En dan heb ik gewoon dan een mooie BH onderaan. En een leren broek van M&M. Die zit trouwens echt mega lekker. Ik heb nog nooit zo'n fijne leren broek gehad. En die pumps zijn van Guess via Omoda. Dus dat is wat ik aan heb. En dit is Harry. En Harry die houdt niet zo van vuurwerk. Maar ik vind het al heel stoer dat hij op bed ligt, want hij ligt de hele tijd in de kast. Dus dit is knap van hem. Ik vind het wel een beetje zielig om ze alleen te laten. 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. Ik heb een telefoon. Hey, hoi. Rosen hier. Ja. 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 Ja.